Ernest Faber gaat FC Groningen aan het einde van dit seizoen verlaten. Het is de uitkomst van gesprekken tussen Faber en de leiding van de club. Faber is dan 2 jaar hoofdtrainer geweest van FC Groningen. We hadden voor maandag 22 januari een afspraak met Ernest Faber en met Marcel Groningen. En daar zouden we praten over de toekomst. Vrijdag daarvoor heeft Ernest mij heel netjes even apart genomen en aangegeven dat hij zelf niet doorging. Dan is het al een wat ander gesprek. Wij waren ook tot die conclusie gekomen. Dus we hebben, zoals de verstandhouding is, en dat is heel positief, hebben we maandagmiddag wel het gesprek gedaan. Maar meer over van, wat is nou allemaal gebeurd in die 2 jaar en hoe nu verder. Want dit seizoen, dat moet goed afgemaakt worden. En daar maken we geen zorgen om, over Ernest Faber. Ik maak me ook niet zoveel zorgen dat hij goed terechtkomt. En aan het eind van het seizoen gaan de wegen uit elkaar. Maar uiteindelijk ga je met elkaar aan de slag in het begin van het contract. Nou, daar zit er een contractsduur aan vast van 2 jaar. Nou, van tevoren ook al daarin besloten om daar 2 mooie jaren van te maken en dan nog verder te kijken. Maar gaandeweg gaan jullie natuurlijk met elkaar samenwerken en dan uiteindelijk komen er ook verschillen van inzicht. En ik wil niet zeggen dat je niet goed kunt samenwerken, maar uiteindelijk als die verschillen dusdanig zijn dat je daar een beetje uit elkaar gaat. Vooral groeit, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn naar elkaar van het is een mooie tijd geweest, we hebben elkaar kunnen aftasten en het is toch weer een mooi moment om verder te gaan. Ja, verschillen van inzicht, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja goed, natuurlijk over de voetbalvisie, manier van spelen zitten wat kleine verschillen in die als een optassom wat groter worden natuurlijk. Nou goed, dan wil de club naar een andere richting, dat kan. Ja goed, ik denk ook als je kijkt naar topsport zorgcentrum, daar hoort de topsport mentaliteit bij, door heel de club. Ja, daar zit wel veel ruimte voor verbetering, ook in ieder geval van verschil van denken denk ik. Ook natuurlijk om ik daar uit een bepaalde manier vandaan kom. En het zijn vooral kleine dingen die als je die bij elkaar optelt, gewoon ook situatie geven dat je moet zeggen, we gaan de andere kant in. Groningen wil die richting op. En anders waren we die richting op. Dan ga je als goede vrienden uit elkaar en maak je zo netjes af. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar, ik ben er maar een half jaar. Dan heeft het, en dat blijkt van beide kanten, toch niet gebracht wat je echt wilde. En dan gebeurt het in de voetbal vaak dat de wegen scheiden. En zo be it. Ja. Want wat wilden jullie bijvoorbeeld echt? Als club zijnde? Je bedoelt qua voetbal en je wilt mooi voetbal zien, je wilt altijd winnen en we weten ook al dat kan niet. En wat zich nu heeft ingezet, zeg maar in december, dat je ziet dat het team zich ontwikkelt, dat spelers zich ontwikkelen, dat is misschien wel wat te weinig geweest. Maar het gaat eigenlijk wat minder om het resultaat van het eerste seizoen. Als ik dan niet bij is, zijn gewoon de play-offs gehaald. Maar het kan beter. En dat vond Ernest en dat vonden wij ook. Ook assistenttrainer Marcel Groninger gaat aan het einde van dit seizoen weg bij de FC. Ja, dat is een hele andere situatie. Want Ernest heeft het ook zelf besloten. Bij Marcel hebben wij besloten dat wij gaan voor nieuw. En Marcel heeft hier vijf jaar gezeten. 3 jaar als tweede assistent, 2 jaar als eerste assistent. Die heeft een hele goede rol, zeker wat het tactische gebied betreft. Die is in zijn hoofd en eigenlijk vind ik ook, die is eigenlijk hoofdtrainer. En wij hebben besloten dat we niet de opvolger maken van Ernest Faber. En dan hoop ik dat hij heel goed terechtkomt. Ooit Gert-Jan Verbeek heeft heel lang bij Heerenveen gezeten. Heeft toen bijvoorbeeld Heracles als tussenstap gedaan en is weer teruggekeerd. Nou, ik weet niet of dat met Marcel gaat gebeuren, want hij is enorm teleurgesteld. En dat mag, dat begrijp ik ook wel. Maar wij gaan op zoek naar een nieuwe hoofd- en assistenttrainer. Ik ben een avonturier en het buitenland, dat voor het moment vind ik, het buitenland past het beste bij mij. Vorige week vertelde Erwin Koeman in de tafel van Kees dat hij weer hoofdtrainer wil worden en dan het liefst in het buitenland. Altijd als er een nieuwe trainer bij FC Groningen moet komen, wordt ook jouw naam genoemd. Ja, het is op zich natuurlijk geweldig dat men altijd aan mij denkt. Dat is heel mooi. Alleen mijn voorkeur gaat uit naar het buitenland. Je kan in het huidige leven kan je niet zeggen nooit. Dus
Maar nogmaals, we zullen het zien hoe het loopt. En ik wacht de komende maand af. In principe wil ik starten in het nieuwe seizoen. Mm-hmm. Dus we shall see.